Katrien Kel vertelt aan de party over haar ongelukkige val op de dag voor Koningsdag. Ze kwam thuis ten val op haar eigen trap en moest herstellen van een hoofdwond, een gekneusd borstbeen en een gebroken rib. Lange tijd vroeg ze zich af waarom dit was gebeurd, maar uiteindelijk ontdekte ze de oorzaak, de leuning van de trap was losgeschoten. De dokter voorspelde 6 weken herstel, maar ze herstelde in 3 weken. Katrien benadrukt het belang van een goede conditie en is opgelucht dat haar val niet het gevolg was van motorische problemen.